Allemaal van harte welkom bij het webinar Veilig met uw teeltgegevens in de cloud. Een webinar van het tuinbouwvakblad Groente en Fruit en het tuinbouwvakblad voor de bloemisterij. Mijn naam is Tom van der Scheer, ik ben uw host voor vandaag en we gaan het hebben over digitalisering van teeltprocessen, over de cloud, waar we eigenlijk allemaal privé zeker wel in zitten, maar ook veel bedrijven uiteraard wel al, misschien nog niet. Daar gaan we het over hebben. Want ja, digitaal communiceren, dat doen we allemaal, bijna de hele dag. We zijn allemaal online. En een hoop kassen zijn ook online. En een hoop tuinbouwondernemers, telers zijn ook online met collega's. Met collega's binnen hun bedrijf, collega-telers van een telersvereniging. Misschien ook met teeltechnische dienstverleners. In de keten met andere teeltbedrijven, handelsbedrijven. Misschien zelfs met de eindafnemer. Die zijn ook tegenwoordig voortdurend online. Kopen groenten en fruit online bij de supermarkt. En wie weet wil de supermarkt ook wel graag met telers kunnen communiceren. En overheden doen eigenlijk ook alles online. Certificeringsinstanties, kortom. Uw data gaan alle kanten op. En hoe krijgt u meer grip op die datastroom? Met welke data kunt u het makkelijkst en veilig in die cloud en delen met wie u wilt, denk ik. Vanmiddag hier in de studio te gast, om dat alles uit te leggen, hebben we een paar experts. Nou, hebben we drie experts in de praktijk. Hebben we Wouter Duivenstein, die dat vanuit een teeltbedrijf doet. Patrick Dankers van Priva. En Wouter van Vincent van Wingerde van Microsoft. Ik moet ook nog even zeggen, dit is een live webinar. U kunt in de studio de interacties met deze sprekers aangaan. Dus als u een vraag hebt bij wat een van deze mensen te berde brengt, dan kunt u dat intikken. Als u met de muis over het webinarscherm gaat, ziet u rechts een knop verschijnen met de tekst stel een vraag en stel daar uw vraag. Tik dat in. Wij proberen die vragen zoveel mogelijk te beantwoorden als het even kan live. En als dat niet lukt, dan volgen wij ze sowieso op per e-mail. Dit webinar bevat ook een aantal polvragen. U kunt uw mening geven als die vraag in beeld komt. Klik dan op het antwoord dat volgens u juist is of het meest relevant voor uw situatie. En een paar minuten later komen we dan terug met de uitkomst van die poll en bespreken we die mening van het publiek met de gasten. Goed, we beginnen met het voorstellen van de sprekers. Ik ga even naar rechts en Patrick. Ja, Patrick Dankers, portfolio manager horticulture bij Priva. En in die rol verantwoordelijk voor de productontwikkelafdeling. En ja, iedere dag met een heel groot team van enthousiaste collega's zijn we bezig om onze producten te vernieuwen, te innoveren. En ook natuurlijk mee te laten gaan met de technologietrends die we zien in de markt. Vincent van Wingerde. Ja, mijn naam is Vincent van Wingerde. Ik werk bij Microsoft als een technisch architect voor data en artificial intelligence. En ik hou me daar onder andere bezig met wat wij de ag- en biotech market noemen. Dus de markt die zich bezighoudt met telers, maar ook vee en alles rondom in die sector. Zo heb ik onder andere meegedaan aan een competitie van de Wageningen Universiteit voor het telen van komkommers. En dan met name ging het over de teelt daarvan werd geautomatiseerd in de cloud door middel van een artificial intelligence algoritme. Dus daar kwam geen teler meer bij te pas. En ik hou me onder andere ook bezig met bijvoorbeeld hoe kunnen we DNA en andere vormen van data analyseren in de cloud. Dankjewel. En Wouter? Ja, een heel simpel verhaal. Ik ben chrysantenkweker in Hoek van Holland. Samen met mijn broer hebben wij een kwekerij waar wij jaar rond chrysanten kweken. En niet dagelijks bezig met de cloud. Niet dagelijks bezig met de cloud. Je zit wel met je bedrijf
in de cloud, denk ik. Dat denk ik ook, maar dat denk ik ook. Bewust niet zo dagelijks mee bezig. Misschien is dat meer de goede strekking. Ja, 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 ja. Maar goed, nu ben je er, als het goed is, heel bewust mee bezig, het komende uur. We beginnen met een polvraag om te kijken hoe bewust onze kijkers bezig zijn met die cloud. Polvraag nummer 1. Maakt u al gebruik of bent u van plan gebruik te maken van de cloud? En ja, goed, dit is met name een vraag voor uiteraard de mensen die een eigen bedrijf hebben en die dat op die manier kunnen beantwoorden. Dus klik gerust op een van de mogelijkheden en we komen zo dadelijk terug met de antwoorden op deze startvraag. En dan gaan we nu verder met onder het kopje trends in de tuinbouw. Als het gaat uiteraard over digitalisering en data. Vincent, jij zei, je hebt meegedaan aan die Autonomous Greenhouse Challenge. Je hebt die ook gewonnen met je team. Maar is dat inderdaad één trend in de tuinbouw die jij ziet? Eigenlijk maakte je toen pas kennis met de tuinbouw. Ja, dat was ook voor het allereerst dat ik überhaupt ooit in een kas ben geweest. Dus het is niet dat ik groene vingers heb, nog dat ik groene vingers had. Ik heb ook op dit moment helemaal geen groene vingers. Dus wij zagen dat op dat moment ook echt als een mogelijkheid om te kijken, kan data die wij al hebben, die we op dat moment ook van de Wageningen Universiteit kregen, kan die ons helpen om algoritmes te maken om dus efficiënt komkommers te kweken op dat moment. Dus dat was echt een testcase voor ons. Wij zijn ook niet van plan om dus zelf dat als een product in de markt te zetten, maar wij wilden wel kijken hoe ver zijn die algoritmes, wat kunnen we er al mee doen en wat is de waarde ervan. Ik zie ook absoluut niet zo dat algoritmes tuinders zomaar zullen, of kijkers zomaar zullen overnemen. Maar ik zie er wel een mogelijkheid in om bijvoorbeeld tuinders te ondersteunen. En dan niet per se in Nederland alleen, waar we al heel veel kennis in de markt hebben. En waar dat wellicht wat minder nodig is. Maar zeker wel in het buitenland, waar er minder kennis is op die markt. En je dus zo'n algoritme veel meer waarde kan bieden. Omdat er simpelweg nu niet efficiënt getild kan worden, omdat die kennis niet is. En daarmee kan zo'n algoritme natuurlijk heel erg helpen. En dat kan ook gewoon simpelweg de voedseltekorten in de wereld daardoor wellicht grof terugbrengen. Ja, ook de Nederlandse telers werden wel op scherp gezet. Want jullie wonnen en het referentieteam dat bestond uit tuinders, die wonnen dus niet. Die werden toch geklopt door de computer, min of meer. Wouter, ja, in de bloementeelt, er is nog geen Autonomous Greenhouse Challenge geweest voor de bloementeelt, maar zie je dat digitaal telen bij jou ook inderdaad als een trend waar je eigenlijk niet meer aan kunt ontkomen? Nou, dat is nu nog niet. Ik weet wel dat mijn broer, die met name bij ons echt de groene vingers heeft, die vindt dat echt interessant. Dus die wil daar wel graag zien van hoe dat, wat er dan gebeurt. Ik denk dat het ook iets is wat we niet, waar we ook echt heel bang voor moeten zijn. Als ik heel eerlijk ben, vroeger moest ik nog, toen ik net mijn rijbewijs had, moest ik nog met een kaart ergens naartoe rijden. Tegenwoordig weet ik niet hoe een kaart er meer uitziet en zonder een routeplanner kom ik eigenlijk nergens meer. Dus ik denk dat de wereld ook gewoon verandert en dat je moet kijken van wat kun je er zelf mee? Kunnen we er nog de volgende stap maken? En als het gaat over digitalisering, met jullie bedrijf communiceert inderdaad digitaal met afnemers, met collega-telers? Met alles. Het meest praktische voorbeeld vind ik wel een webshop. Dus je zet eigenlijk gewoon je voorraad open voor de rest van de wereld en iedereen kan daar zijn product uitkopen. Dus je bent eigenlijk al qua data best wel ontsloten. En dan is dat maar een van de kleinere voorbeelden misschien. Of misschien de meeste, die meest logisch is. Of meest tastbaar. Maar ik heb met jullie al een beetje voorgesproken. Maar ik merkte wel dat er wel heel veel datastromen al zijn. Ja, ja, ja. Patrick, wat zie jij wat dat betreft die datastromen? Wat zijn de belangrijkste datastromen die Priva ziet? Nou, ik denk sowieso dat Priva natuurlijk vanuit de procescomputer, de klimaatcomputer in de volksmond, natuurlijk al een behoorlijke databron is, waar al heel veel data in zit. Ik denk een van de belangrijkste trends is wel dat we zien dat er natuurlijk nog steeds meer data bij komt. Dat zijn data van draadloze sensoren, waardoor je meer inzicht krijgt in
specifieke onderdelen van je kas. Of specifieke hoeken in je kas vaak. Maar ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vision technology. Waar we met robots of met camera's bloemetjes kunnen analyseren van een tomaat. Of misschien wel van een chrysant iets kunnen zeggen over de rijpheidsstadium van een gewas. Dus ik denk dat daar gewoon heel veel in gebeurt op dit moment. Je ziet ook heel veel nieuwe partijen in die markt stappen. Die allemaal op zoek zijn naar het stukje magic wat er mogelijk is in die kas met data in 2021. Dus ja. Ik denk dat we een hele mooie tijd tegemoet gaan. De uitslag van de poll kan ik in de tussentijd met u allen delen. Maakt men al gebruik van die cloud? De overgrote meerderheid maakt inderdaad gelukkig misschien voor jullie gebruik van die cloud. 42% maakt gebruik van meerdere cloudoplossingen. 19% verwachten op langere termijn dat te gaan doen. 15% maakt gebruik van de cloud, die zit er dus al middenin. En eens even kijken, 12%, het beeld glinstert een beetje, zegt nee, ik ben niet van plan gebruik te gaan maken van de cloud. Dus er zijn er nog wel een paar, er is nog wel een beetje winst te halen. Om die misschien een beetje over de streep te trekken, kunnen we het wat meer over die cloud gaan hebben. Ja, wat is een cloud? Dan hebben we het over servers die in ver weg instand staan en waar onze gegevens zomaar op terechtkomen. Nou ja, het zijn, ik noem het vaak een Lego-doos. Dus het is echt een platform van inderdaad servers, van plekken waar je data gecentraliseerd veilig kan opslaan. En ook een stukje computerkracht. Dus je hebt natuurlijk niks aan data op het moment dat je het niet kan analyseren. En daarvoor heb je dus computerkracht nodig. Dus het is een verzameling eigenlijk van netwerk om het allemaal te verbinden. Data om alles op te slaan en dan die computerkracht om alles te analyseren. En het is zeker ook niet iets wat in verwegisant staat. En dat is denk ik ook heel belangrijk als we kijken naar de Microsoft Cloud. En dat heet Azure. Dat je zelf dus in staat bent om te zeggen waar je wil dat je data opgeslagen staat. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld West-Europa. De West-Europa-regio staat hier in Nederland opgeslagen. Dus als je graag wil dat je data hier opgeslagen wordt, dan kan je daarvoor kiezen. Maar dat betekent ook dat je kan kiezen dat bijvoorbeeld je data niet op één plek staat opgeslagen. Dus niet alleen hier in Nederland. Maar dat je dus ook zegt, nee, ik wil ook dat mijn data ergens anders in de Europese Unie is opgeslagen als een backup. Zo staat je data hier. En dan staat je data bijvoorbeeld in Ierland als een extra locatie. Of in Duitsland of in Frankrijk. Of wellicht wil je niet-Europese Unie. Graag Zwitserland of Amerika. Dus het is eigenlijk een collectie, een platform waar je op kan bouwen. En waar dus onze partners en onze klanten, zoals bijvoorbeeld Priva, diensten opbouwen. En dat aanbieden aan de markt. En dat kan zijn dus telers of dat kunnen andere onderdelen zijn, andere bedrijven zijn. Ja, dus die bedrijven die mogen kiezen, zeg maar, voor een bepaald land. Zwitserland klinkt heel veilig. Dat zijn de Priva's, dat zijn niet de telers of ook. Die mogen ook kiezen. Nou, wat ons betreft maakt het niet uit. Nee. Dus wat Microsoft betreft willen wij Priva de mogelijkheid geven om de data overal neer te zetten. En dan kan Priva kiezen. Nou, maken wij die beslissing om te zeggen het staat hier en in bijvoorbeeld Ierland. Of geven wij die vrijheid aan de teler. Maakt voor Microsoft niet uit. Wij bieden in principe de platform aan en die mogelijkheid aan. Ja. Wouter, weet jij waar jouw server staat? Ja, onze server staat gewoon bij ons in de kast. Dus dat is, als ik hem wil zien, dan doe ik het deurtje open. En dan, ik weet dat wij best nog wel behoorlijk hebben geïnvesteerd in een server. En dat hij er net stond, is best nog een duur ding. En op het moment dat het product van Microsoft zeg maar, de IMO overnam, zijn we daar ook toch naartoe gegaan. En, dus wij zitten daar al wel mee in de cloud. En dan zie je dus eigenlijk ook hoe snel die ontwikkelingen gaan. En dat je niet altijd dure investeringen hoeft te doen om zelf toch een beetje veilig je mix te doen. Precies. Want inderdaad, die cloud waar dan alles in staat, waar die staat, dat weet je niet. Dat is gewoon,
Of het nou Zwitserland is of Ierland, dat maakt jou niet uit. Het grappige was wel dat ik merkte dat als je het dan op je telefoon ging kijken... Ja. Dat het eigenlijk dan maar beter ergens in, echt in een cloud kan staan... als dat het op je eigen bedrijf is. Want op het moment dat het op je eigen bedrijf staat... en de internetverbinding is bijvoorbeeld slecht, de upload of zo... dan komt die ook niet zo snel door. Ja, ja, ja. En is dat ook waarom tuinders, telers kiezen voor de cloud... en niet alles standalone op hun eigen bedrijf te houden? Ja, ik denk het wel. Even Priva heeft gekozen voor een cloud trouwens in Amsterdam... hier in Nederland en in Ierland staat hij. Dus daar hebben wij bewust voor gekozen. Ja. Maar ik denk dat de cloud voor heel veel telers gewoon echt een stukje kan bieden, maar ook een stukje ontzorging met zich meebrengt. En ik denk dat hier net al heel mooi werd gezegd: zelf een server installeren is stap 1, zelf hem onderhouden, up-to-date houden, bereikbaar houden, dus een stukje security management erop. Dat is ook gewoon heel veel werk waar volgens mij een teler niet per definitie warm voor loopt. Ik denk dat een teler zoveel mogelijk vooral met een gewas bezig moet zijn en moet iedereen in zijn kracht moet zetten. Dus ik denk dat we daar ook gewoon een stukje ontzorging in mogelijk maken. Door te zeggen, met gebruik te maken van cloud technologie is je kas bereikbaar via die cloud op een goede en veilige manier en kun je focussen op je bedrijfsvoering. Ja, ja. En welke data wordt er dan vervolgens die cloud ingestuurd door de meeste tuinders? Hebben ze alleen maar teeldata of gaat de hele administratie erin? Vanuit Priva is het natuurlijk echt de procesdata die we kennen vanuit de klimaatcomputer. En daarmee moeten we natuurlijk denken aan kasttemperaturen, instellingen, setpoints. Alles gaat in die zin die cloud in, wordt daar opgeslagen, wordt daar gebackupt, zodat dat altijd beschikbaar blijft. En natuurlijk ook gebruikt om te presenteren in applicaties die je als teler gaat gebruiken om bijvoorbeeld via je smartphone je kast te bedienen. Ja, wat voor applicaties zijn dat? Binnen Priva hebben wij op dit moment een aantal applicaties in onze cloud beschikbaar. En dat is onder andere een notificatiecentrum om natuurlijk iemand te notificeren mocht er iets aan de hand zijn wat aandacht vraagt in de kas. Operator is onze bedienapplicatie, dus daarmee kun je eigenlijk als teler je volledige kas bedienen op je smartphone, waar dan ook ter wereld. En we hebben nog een aantal ontwikkelingen staan, zoals het Grower Dashboard en Reporter, om eenvoudig inzicht te krijgen in je data, meer vanuit plantperspectief, dat is ons Grower Dashboard, en het delen van rapporten binnen bedrijven is ook een belangrijke wens die wij horen vanuit de markt. En daarvoor hebben wij Reporter in ontwikkeling. Ja, ja, ja. En die komen er ook binnenkort aan. Ja. Dat zijn inderdaad... Jij denkt ook in apps, Wouter? Gek gezegd, ik heb gewoon een telefoon. En dat is niet meer software halen of kopen. Of het is bijna altijd gewoon even in de App Store kijken. En dat is altijd wel verbazingwekkend hoeveel er altijd weer staat. Ja, ja, ja. Echte tuinbouw-apps die je als tuinder gewoon niet mag missen. Zondagavond had ik nog met mijn zwager. Ik had zo'n Philips Hue-lamp. En ik zeg, hey, zo grappig, ik kan er gewoon een disco-lamp van maken. En hij zegt, ja, maar dat is een waardeloze app, joh. Hij zegt, gewoon in de App Store. Hij kijkt ernaar, hij zoekt een nieuwe app erbij. Ja, dan ging ook echt knipperen. Nou, ik weet niet waar die app vandaan kwam, of die echt helemaal goed is voor een lamp. Maar alles is mogelijk. Ja, dat was niet in de kas voor alle duidelijkheid. Nee, dat was niet in de kas, dat gaat het niet goed. Maar bij wijze van spreken, want jullie hebben ongetwijfeld LED-lampen boven de chrysanthemen hangen. Die kun je dus ook, die kun je bij wijze van spreken met zo'n Philips of Signify, ik weet niet van wie ze zijn, ook reclame. Die kun je daarmee ook bedienen. Ja, nee, dat is alles. Kijk, we hebben verschillende type lampen. De ouderwetse Sonté en de Signify's. En wat dat betreft, er zijn zoveel mogelijkheden. En daar gaat ook de volgende polvraag over. Vraag nummer 2. Wat is voor u de belangrijkste reden om de cloud te gaan gebruiken? Daar zit ook voor onderaan de mogelijkheid om geen voordelen te noemen in het gebruik van de cloud-oplossingen. Dat mag natuurlijk ook, maar verder zijn er vast wel, zit er vast wel één antwoord bij wat het meeste naar voren springt. En terwijl u allemaal mag klikken, komen wij toe aan het programma-onderdeel. Wat kan de cloud voor u betekenen?
Wat kan de cloud voor de tuinder betekenen? Waarom moet dat allemaal in de cloud? We gaan het straks hebben over veiligheid, hè? Of dat ook allemaal wel veilig is. Maar wat zijn de voordelen? Wat zie jij als voordeel? Ja, ik vind één voorbeeld wat we eigenlijk net, en dat herhaalt zich een beetje door het hele webinar heen, maar wat denk ik heel belangrijk is, is onder andere die toegankelijkheid. Dus waar je vroeger gewoon echt aanwezig moest zijn op een locatie om wat te doen, dat hoeft niet meer. Dat is denk ik sowieso belangrijk. En wat denk ik een hele belangrijke is, ik had het al eerder over, wat is die cloud nou? En een van die belangrijke dingen was dus het opslag van die data, maar dus ook het stukje 2, die computerkracht die je erbij krijgt. En ik denk dus dat we steeds meer inzicht gaan krijgen in onze data, omdat we dus die mogelijkheid hebben in de cloud om dat allemaal door te gaan rekenen. Dus dat je dus niet alleen maar gaat kijken, rapportages, wat heeft mijn bepaalde gewas gedaan afgelopen 3 of 4 groeiperiodes. Maar dat je dus ook gaat vragen, wat kan ik verbeteren in de volgende groeiperiode? Onder andere, dat is denk ik iets wat de cloud kan gaan betekenen. En bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om je, als je dat zou willen, en ik denk dat dat een hele belangrijke punt hier is, als je dat zelf wil, je data zou kunnen delen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil ook wel eens een keertje kijken, als dat mag, bij de data van mijn buren. Hoe doen zij dat nou? In plaats van dat je bij elkaar op een verjaardagsfeestje staat en praat over hoe je bepaalde setpoints zet. Misschien is het wel interessant om een keertje die data naast elkaar te leggen. Dus het analyseren van die data, terugkijken, vooruitkijken en wellicht het delen is denk ik, zijn een paar mogelijkheden die de cloud kan bieden, die nu wat lastiger zijn op het moment dat je niet de cloud in gaat. Dat delen van data, de tuinbouw is natuurlijk altijd best wel goed geweest in het delen van kennis. Hè. Dat ging op de studieclub en dat kan nu een stuk makkelijker. Wordt dat inderdaad, dat is de voornaamste reden waarom tuinders data in de cloud stoppen? Ik denk dat je uiteindelijk moet kijken naar een tuinbouwbedrijf als iets wat toch ook heel veel omgevingsfactoren wordt beïnvloed. Mm-hmm. En wat net werd gezegd, wil je weten hoe je teelt gaat verlopen, wil je daar een beeld over vormen, dan is weer een grote invloed. Ja. Op dit moment, gasprijzen zijn natuurlijk heel actueel als invloed. Dus je bedrijf is ook geen eilandje aan zich. Dat wordt door allerlei factoren in je omgeving beïnvloed. En juist als je je data in die cloud gaat brengen, die cloud is eigenlijk per definitie ontwikkeld om juist die data bij elkaar te kunnen brengen, te kunnen delen. En ik denk dat daar heel veel, in de toekomst heel veel kracht uit gaat komen. Dat we al die informatie bij elkaar kunnen brengen op een goede beheersbare manier. En dat je daaruit echte voordelen gaat zien wat die cloudtechnologie echt kan gaan doen. Als je al die factoren kunt combineren op één plek. Ja. Dus dat is ook het binnenhalen van data. Maar inderdaad vervolgens met die teeltdata ook iets met samen met collega's doen, iets met met afnemers doen, weet ik veel, met de bank. Is dat inderdaad, gebeurt dat bij jullie? Ja, bij ons gebeurt het eigenlijk nog. Bij ons in de Gizanten wordt best wel veel data gedeeld. Het gebeurt met name nog met Excel sheets. Dan wordt het ergens centraal gemaakt en uitgeprint en dan wordt het vervolgens verspreid onder de deelnemers. En dat is omdat dat nou eenmaal altijd zo ging? Of is er een beetje angst van, ik ga dat niet allemaal in de... Nee, dat denk ik wel. Zomaar delen, ja. Ja, wat denk je wel? Ja, omdat het gewoon altijd zo gebeurde. Ja. Zie je dat? Zie je dan, als je dat nog een beetje moderniseert? Ah, kijk, je moet het ook, dat hangt ook vast aan. Er zijn altijd mensen die zo'n club begeleiden. En die bepaalt uiteindelijk welke techniek daarvoor gebruikt wordt. En dat zijn ook maar in de gezond een handjevol mensen. Ja. Ik heb in de tussentijd een uitslag van de polvraag nummer 2. Maakt u al gebruik of bent u van plan gebruik te maken van de cloud? Eens even kijken. We hebben, dit is een beetje, het is verdeeld. Met de cloud kan ik altijd en overal mijn kas bedienen. Die staat bovenaan met 26%. Maar dat is ex aequo met via de cloud kan ik gemakkelijk informatie delen met collega's. Ook 26%. En ook 26% is via de cloud kan ik data integreren. Bijvoorbeeld voor data gedreven telen op het eigen bedrijf. En op een enige afstand via de cloud heb ik altijd een backup. En geen voordelen, dat is maar 4%. Dus
Ik geloof dat dat langzaam wat, wat overtuigingskracht gaat binnenkomen. Maar ja, laten we dat toch maar even hebben over ook mogelijke nadelen van de cloud. Wie wil schieten? Nadelen? Ja, ik denk dat het wel veiligheid. Ik vind als kweker zijnde, we zitten hier in het centrum in het Westland of in Nederland, het centrum van de tuinbouw, glastuinbouw. We hebben hier een heleboel kennis ontwikkeld. Dat is in de driehoek van onderwijs, onderzoek en kweken. Dat gaat natuurlijk een beetje anders worden met zo'n cloud. En ik denk dat het wel goed is om als bedrijf te bedenken hoe je in de toekomst zeg maar niet bijvoorbeeld in China mensen zomaar die informatie gaat geven. En dat je wel die risico's met elkaar bedenkt dat we dat we wel hier aan het stuur blijven zitten. Dat is wel iets wat ik wel eens eng vind. Want je weet ook niet wat doen toeleveranciers met data. Je werkt met zoveel partijen samen. Ik denk dat we het niet eens onszelf realiseren. De data-eigenaarschap, dat is wel een zorg van telers. Dat is natuurlijk in algemene zaken is dat ook wel aan de orde geweest. Dat alle data die via Facebook of weet ik veel, via social media bekend worden over ons als consument, dat gaat ook zomaar de verkoop in. Hoe kun je daar tegen wapenen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat we hier even dus onderscheid tussen twee dingen moeten maken. Pardon. Eén is het stukje veiligheid. Dus hoe zorg je dat als je data opgeslagen staat, op een moment dat alleen jij erbij kan. En dat andere stukje is dus data-eigenaarschap. Nou, laten we heel even beginnen met de data-veiligheid. En ik denk, een van de dingen, ik hoor vaak ook van mensen, ja, ik heb mijn data graag op mijn eigen bedrijf. Ik heb mijn computer onder het bureau. Want als ik de lampjes zie branden, dat betekent dat ik alleen ik bij die data kan. Nou, dat is helaas wel een illusie. Want het is helaas zo dat veel vaker als je je data op die manier opslaat, dat het mogelijk is dat je bijvoorbeeld verouderde software hebt, dat je niet de kennis hebt om dat bij te werken, om goed up-to-date te houden. En dat er dus bijvoorbeeld bepaalde beveiligingslekken insluipen in dat soort systemen, waardoor externe partijen die je eigenlijk liever geen toegang wil geven, toegang hebben tot dat soort systeem. Nou, in de cloud is dat een beetje anders. Zoals ik al eerder zei, Microsoft is dus is een platformleverancier. Dat betekent wij leveren het platform waarop dus partijen als Priva applicaties kunnen ontwikkelen. En waar wij onder andere verantwoordelijk voor zijn, is op het moment dat Priva zijn data opslaat op de Microsoft Cloud, in het platform van Microsoft, dat wij die data dus beveiligen. Dus wat wij onder andere doen, is wij stoppen meer dan $1 miljard ieder jaar in alleen de beveiliging van zo'n cloud. Dus wij hebben gewoon een enorme investering om te zorgen dat die cloud veilig blijft. En dat is ook iets uniek van dat soort grote clouds, dat wij zoveel geld kunnen investeren. Want wij kunnen die investering verdelen over heel veel verschillende klanten. En dat kan je als één bedrijf, is dat een stuk lastiger. Nou, daarnaast zijn we ook heel erg druk bezig met bijvoorbeeld onszelf hacken. Dus we hebben meerdere duizenden mensen in dienst die iedere dag alleen maar bezig zijn ons te hacken. Om te proberen, kijken, zijn er ergens zwakke plekken, zodat wij die kunnen vinden voordat andere mensen vinden. Nou, niet alleen daarmee, we werken ook heel druk samen met de beveiligingsonderzoekers. En daar hebben we wat we noemen bug bounty programs. Dat zijn dus programma's waar hackers geld krijgen, dus white hackers, dus beveiligingsonderzoekers, geld krijgen op het moment dat ze een bug vinden of een lek vinden en die aan Microsoft rapporteren. Dus die wordt gevonden, die wordt gerapporteerd en daarvoor krijgen dat soort onderzoekers een bepaalde waardering en ook een bepaald bedrag uitgekeerd. Nou, op die manier proberen wij dus ervoor te zorgen dat je data altijd veilig is. Daarnaast geven wij best practices aan onze partners, dus bijvoorbeeld Priva, om te zorgen dat de applicaties die zij op ons platform ontwikkelen veilig zijn. Dus dan zorgen we ervoor dat de data veilig is. Dat betekent dus gewoon dat er geen mensen die geen toegang zouden mogen hebben, toegang hebben tot die data. Dus alleen jij. Nou, en dan hebben we nog dat stukje data-eigenaarschap. En ook daar is Microsoft heel erg stellig. Dus dat betekent, data die opgeslagen is op jouw account, is in principe alleen toegankelijk voor jou. Dus dat kan Microsoft kan er niet bij. Andere klanten kunnen daar ook niet bij.
Nou zijn er natuurlijk wel mogelijkheden dat jij als eindgebruiker gaat delen. Maar in principe is de data die jij op het platform zet van jou en kan Microsoft daar niet bij. En dat is denk ik ook een hele belangrijke in een stukje data-eigenaarschap. Dat de data dus niet zomaar wegvloeit naar andere landen of concurrenten of waar dan ook. Ja, ja, ja. Vanuit de Priva-hoek kun jij zeggen hoe bewust telers daarmee bezig zijn met ja, daar mogen die data wel heen, daar niet en dat stukje zus en dat stukje zo. Nou, ik wil even aansluiten op het verhaal inderdaad van Microsoft. Binnen Priva hebben wij ook de stelling heel simpel, de teler is eigenaar van zijn data. En wij gebruiken de vergelijking heel vaak met een bank. Je brengt geld naar een bank, de bank beheert dat voor jou en jij bepaalt de transacties die de bank moet uitvoeren. Nou, op die manier gaat Priva eigenlijk ook om met data. En dat data-eigenaarschap, dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Als je overweegt om cloud-technologie te gaan gebruiken, dan zul je dit soort condities moeten tegenkomen in het contract. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat een heel belangrijke is voor de kijker ook, om echt, mocht je die stap overwegen om de cloud in te gaan, het is veilig, het is absoluut verantwoord om te doen, maar lees die documenten goed na. Als je er vragen over hebt, neem contact op en zet niet even snel een handtekening eronder, want het gaat recht om hoe ga je om met jouw data. En uiteindelijk is dat eigenlijk wel jouw intellectueel eigendom. Dus ja, die magische groene vingers, die zitten natuurlijk ook voor een deel in de data die in de Priva-computer zitten. Dus ik denk dat je daar echt even de tijd voor moet nemen als kweker om daar even echt goed aandacht aan te besteden. Ja, 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 ja. Ja, dat zijn dan de contracten die ze hebben met een platform zoals Microsoft. Nee, met Priva. Okay. Met Priva. Dus jullie kleine lettertjes, in feite. Ja, het zijn trouwens gewoon normale lettertjes. Het zijn normale lettertjes, 12. Okay. Ik heb de contract. Nee, maar dit zijn de contracten die Priva aanbiedt. En ja, met Microsoft hebben wij daar ook een overeenkomst over. Ja. Zoals uitgelegd, de data is van de klant en inzichtelijk voor de klant. En de klant bepaalt wie toegang heeft en wie eventueel data mag gebruiken van de klant. Ja, ja, ja. Ja, goed. En dan is, nou ja, was mijn vraag net al, voor hoe precies zijn jullie klanten, zijn die telers daarin? In het zetten van hekjes en nou, dat hekje mag open, want die mag het zien, die niet. Hoe gaat die architectuur, om het zo maar een beetje te noemen? Eigenlijk is een klant daarin binnen het Priva-platform vrij. Ja. We hebben een applicatie die heet Access Control, toegangscontrole. Ja. En daarin kan een teler dus ook zelf eigenlijk hele toegang beheren. Dus heel simpel om een collega uit te nodigen met bijvoorbeeld alleen leesrechten, zodat hij wel mee kan kijken, maar niks kan wijzigen. Ja. Of om bijvoorbeeld een tiltmanager uit te nodigen, omdat hij ook in de Priva-computer setpoints moet kunnen wijzigen. Dus op die manier heeft de teler daar ook echt eigenaarschap op. Ja, 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 ja. En zo'n programma als dat Access Control, dat is ook vormgegeven op een manier waarop tuinders het handig vinden. Dat is letterlijk vinkjes zetten met wie mag wat in het bedrijf. Ja. Dus dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, dat is eigenlijk heel eenvoudig, ja. Ja, ja, ja. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd, ja, data is het nieuwe goud. Dus ja, met je data kun je kennelijk geld verdienen. Hoe gaat dat in zijn werk? Komt dat een beetje uit de verf? Heb jij enig idee, Wouter? Nou, voorlopig verdienen wij alleen maar geld met gizantenborsten. Dus ik heb daar nog niet echt een beeld bij. Ik heb er wel een idee bij, maar nog niet. Ben daar niet aan het zoeken geweest. Ja, als ik daarop mag aanhaken, wat ik denk, op dit moment is dat inderdaad lastig. Op dit moment wordt er geen geld, wordt er in ieder geval, zoals ik weet, voor zover ik weet, in de kassenbouw, tuinbouw, wordt geen geld verdiend met data. Maar het is wel zo dat data voor andere partijen heel waardevol kan zijn. Bijvoorbeeld partijen die slimme algoritmes willen ontwikkelen voor het kweekproces. Is data uit de geschiedenis heel erg waardevol. Dus ik zie zeker wel in de toekomst dat hier mogelijkheden zijn dat die data op een manier waarde kan geven. Of het nou giraal is, dus dat je er daadwerkelijk geld voor krijgt. Of dat je bijvoorbeeld een algoritme terugkrijgt. Eén van de twee, dat je dus in ieder geval waarde krijgt voor die data. Of het nou is geld voor verkoop en dan mogen zij het gebruiken voor het trainen van een algoritme. Of wellicht krijg je daarvoor dus intelligentie terug, zo'n algoritme. Dus ik zie wel in de toekomst dat er mogelijkheden zijn om daadwerkelijk goud uit je data te delven.
als ik het zomaar mag zeggen. Ja. Hoe zie jij dat, Patrick? Ja, binnen Priva hebben wij dus de policy dat de data van de klant is. Dus wij verkopen sowieso geen data aan derde partijen. Nee. Dus als dat mogelijk wordt, dan zal dat voor ons altijd betekenen dat een klant zelf de keuze moet maken om zijn data eventueel ter beschikking te stellen aan een derde partij. En daar afspraken over te maken. Dus wij zijn daar voorlopig heel erg terughoudend in. Ja. Wat voor derde partijen zouden we dan aan kunnen denken? Telers in China, noem maar een ja, ik denk dat je daar inderdaad in heel grote delen van de wereld is het natuurlijk zo dat ze met een kas en qua faciliteiten prima uitgerust zijn, maar uiteindelijk die groene vingers niet hebben of kunnen behouden. En ik denk dat daar best wel partijen zijn gaan ontstaan die heel geïnteresseerd zijn in algoritmes. Hoe kun je dat met AI misschien wel op gaan lossen in de toekomst? En ik denk dat je daar heel erg die partijen moet zoeken in die hoek. Ja. Nou, ik denk ook dat we dichter bij huis mogen zoeken. Startups in Delft, startups in Wageningen, die dus data nodig hebben om dus te beginnen met het ontwikkelen van zo'n algoritme. En dat wellicht inderdaad het te verkopen of te gebruiken in landen waar ze die kennis nog niet hebben. Dat is ook zo, op die manier hebben wij dus ook hebben wij de Autonomous Greenhouse Challenge meegedaan, waar wij dus wel kennis uit de markt kregen door middel van PhD-studenten en dus een stukje data en in combinatie daarmee dus een algoritme ontwikkeld hebben. Is wat dat betreft, je noemt nou start-ups, er zijn inderdaad heel veel bedrijven die daarmee bezig zijn met allerlei kleine onderdeeltjes van dat teeltproces. Is dat niet, dat is best wel versnipperd. Zoals dat nu gaat. Ja, absoluut. Er zit heel veel losse partijen. En het is ook een markt die natuurlijk nog relatief jong is. Zeker in dat stukje van AI. Maar ik zie wel dat er steeds volwassenere partijen komen. En dat de partijen steeds meer volwassen worden. En er gaat een keer, denk ik, een consolidering nodig zijn. Dat je dus inderdaad de hardware met de software gaat verbinden. En dat dat out of the box is. Maar er zijn ook al kleine start-ups die dat aan het doen zijn. Dus ik denk wel zeker, het is inderdaad nu wat meer versnipperd. Maar ik verwacht wel dat in de toekomst het meer samen zal komen. Ja. Hoe zie jij dat, Wouter? Staan ze bij jou ook al aan de deur te kloppen om de kas in te komen? Nee, wij zijn er helemaal nog niet mee bezig. Dat stukje, als ik heel eerlijk ben. En je krijgt wel steeds meer spullen in het bedrijf die heel veel data versturen. En overal zitten koppelingen. Wat ik me dan wel eens afvraag, hè, als we het over veiligheid hebben. Want gek gezegd, iedereen weet dat een leverancier bij wijze van spreken op het moment dat je een servicecontract niet betaalt of dat je dat dan via de achterdeur in de software de machine gewoon uitgezet kan worden. Vind ik op zich, heb ik daar geen moeite mee. Maar stel dat een kwaadwillend iemand je machine binnenkomt en de machine uitzet en je kan een aantal dagen niet oogsten of je kan geen stek steken of je, weet ik het. Er zijn natuurlijk zoveel processen die daar van afhankelijk zijn, dat ik me wel afvraag van hoe kunnen we dat beveiligen en welke partij in de markt gaat ons kwekers daar misschien in ondersteunen of in helpen. Ja, nou dat is ook het onderwerp van de volgende polvraag, nummer 3. De stelling is, ik vind dat ons bedrijf voldoende beschermd is tegen een cyberaanval of datalek. Dat is iets waar we veel over gehoord hebben de laatste weken. VDL, autofabriek, die zit geloof ik nog steeds op slot. En dat gebeurt eigenlijk dagelijks kennelijk. Ja. Hoe staat het met die veiligheid? Dat zit zeker weten goed. Dat zit, ik denk van wel, misschien een beetje goed. Of ik ben bang van niet. U mag klikken daarop. En dan gaan wij het verder hebben over die veiligheid. Hoe kunnen tuinders daar in geholpen worden? Want ja, een tuinbouwbedrijf dat op slot gaat vanwege ransomware, dat is niet goed voor de bloemetjes en voor de tomaten en voor de komkommers. Hoe gaan Priva, Microsoft de tuiner daarbij helpen? Nou, het is denk ik een tweesplitsing inderdaad. Het is een samenwerking. Het stukje cloud en het stukje platform is een verantwoordelijkheid van Microsoft om te zorgen dat het platform waarop Priva ontwikkelt veilig is en dus niet ingebroken kan worden. En inderdaad een stukje Priva verantwoordelijkheid om te zorgen dat die applicatie veilig is.
Maar laten we ook niet de tuinder per se buiten schot houden. Het is natuurlijk ook altijd van belang om te zorgen dat al die apparaten, die zijn natuurlijk verbonden aan het netwerk. Nou is het belangrijk dat je zorgt dat die apparaten als leverancier dus veilig zijn. Dus dat er niet backdoors in zitten waar zomaar iedereen open in kan. Maar ook het netwerk zelf, en zeker als we kijken naar ransomware, is het meestal het zwakste punt wordt aangevallen. En op het moment dat je dan eenmaal binnen het netwerk bent, heb je vrij spel. Zorg dat als je tuiner bent, dat je dus niet dat je dus ook kijkt naar die apparaten die je op je netwerk hebt. Zijn die zelf wel beveiligd? Of zijn die, zijn die allemaal helemaal open op het moment dat één slechte acteur zomaar binnen in je netwerk is? Dus het is denk ik een combinatie van kijk welke punten jij in je netwerk hebt, welke openstaan voor de buitenwereld, of welke applicaties heb jij die toegang hebben tot jouw netwerk en onveilig zijn. Want dat kan er zomaar voor zorgen dat slechte mensen met slechte bedoelingen toegang hebben tot je netwerk en dus zomaar je andere apparaten ook toegang daartoe hebben die in principe niet openstaan tot het internet bijvoorbeeld. Ja, zijn er beruchte achterdeurtjes, veiligheidsrisico's die bij tuinders veel voorkomen? Ja, ik denk wat net al werd gezegd, er zijn steeds meer devices op het bedrijf die allemaal een ethernetstekker hebben. En ik denk dat het lastig maakt om het goed te beheren. Dus ik denk dat deel 1 is van ben daar heel kritisch in per definitie als teler. Kijk echt kritisch naar wat er communiceert binnen je bedrijf. Updates, gewoon echt hou je software up-to-date. Zorg dat je de laatste versies van alles netjes installeert op tijd. En daar zit ook een heel simpel iets van in. Wachtwoorden, het gebruik van e-mailadressen met wachtwoorden, met eventueel een multifactor authentication, de code die je dan ontvangt, die je ook nog moet intoetsen. Dat zijn echt beveiligingsstappen die in het Priva-platform onder andere worden aangeboden. Ik begrijp dat het soms praktisch gezien wat lastiger is, maar dat zijn wel de stappen die een platform per definitie een heel stuk veiliger maken, waar de teler dus ook een rol in heeft. Ik denk dat daarnaast, als je even kijkt naar onze applicaties op veiligheidsgebied, wil ik wel zeggen dat Priva daar ook gewoon heel serieus mee bezig is, met een eigen afdeling, met focus op security. En wij maken ook, net zoals Microsoft, gebruik van ethische hackers om onze systemen te testen. Dus wij willen ook slager keurt eigen vlees. Nee, wij hebben ook een derde partij die onze applicaties test en controleert en daarover rapporteert waar er mogelijke bedreigingen zitten, die we dan natuurlijk ook weer netjes oplossen. Ja. Daar zijn we heel serieus mee bezig. Ja. Ja. Hebben jullie ook een soort ambulance voor als er bij een klant iets misgaat? Gebeurt dat geregeld? Moet er dan uitgerukt worden om nee, te helpen? We hebben geen ambulance in de lier staan die met spoed waar naartoe gaat. Wij hebben wel gewoon onze servicediensten up and running 24/7. Dus wij kunnen daar altijd mee in supporten. Maar ik denk dat het voor een teler ook echt belangrijk is om zelf daarin de stap te maken. En ik denk ook in de spiegel te kijken, als het allemaal heel snel complex wordt, huur alsjeblieft iemand in die je helpt met je IT-netwerk. Dat er een specialist naar kijkt en laat die man eens in zoveel tijd je netwerk updaten en bijwerken. Zodat je altijd daarmee bezig bent of altijd up-to-date bent daarin. Ja, hoe bewust zijn jullie daarbij bezig? Ja, ik werd wel een beetje bang van het voorgesprek. Want op een gegeven moment gaat het over een apparaat of een merk wat dan waarschijnlijk je netwerk kan, je lampjes kan aan of uitzetten. En dan hebben we het niet over de kastlampen, maar dan hebben we het over de lampen, zeg maar, gewoon die huistuin- en keukenlampjes. Die kunnen ook allemaal communiceren. En ik word dan wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja, als wij als kweker, dan denk ik, nou, heel je netwerk is op orde, je software is op orde. En je, weet ik veel, thuis in het netwerk, wat misschien ook van bedrijven is, zit misschien toevallig ook even je kinderen net even tobbyen. Dan zit je misschien al met een groot beveiligingslek. En ik vind het zelf als kweker wel een beetje onbekend terrein. En onbekend, ik denk niet dat ik dat alleen kan. En ik zat nog even te denken aan, ik heb ooit een keer een controle gehad van Microsoft. Misschien is het een beetje een raar voorbeeld, maar ik kreeg een controle om te kijken of ik alle licenties betaalde.
En dat was eigenlijk, als ik daaraan terugdenk, denk ik, ja, eigenlijk was dat best fantastische software. Ik moest iets downloaden, ik zet het op mijn netwerk. En jullie gingen het hele netwerk door. En nou, oh, die licenties zijn allemaal op orde, oh, maar daar missen nog de codes van. En ik kreeg een hele mooie lijst eruit. Ja, kijk, gek gezegd, als jij, zoals ik jou hoor praten, voel ik dat je je toch verantwoordelijk voelt voor een Microsoft veilig netwerk. Zou daar niet een applicatie of iets vanuit Microsoft ontwikkeld kunnen worden, of vanuit welke leverancier dan ook, waarin je zegt, nou, we updaten of we checken jouw bedrijf met een bepaalde software. Is dat iets geks? Nee, helemaal niet. En dat is een hele markt zelfs. Dus dat wat jij noemt, is een beetje kort gezegd meestal iets van een security scan. Dus dat zijn inderdaad bedrijven die dan langskomen en is serieus gaan kijken naar jou. Precies zo'n lijst. Ja, het is tegenwoordig denk ik wat lastiger. Dus wellicht niet een softwareprogramma dat in 10 minuten de resultaten heeft. Maar dus het is zeker iets wat aangeboden wordt op de markt. Inderdaad gewoon om te scannen van, hey, wat staat er nou open, wat staat er nou dicht? En staat er niet veel te veel open en wat zou je moeten updaten? Dat is zeker niet de scherpste en dat wordt heel veel aangeboden. Ja. Dus bestaat in principe al. Ja, zeker. Ja. De uitslag van de poll trouwens, die is inmiddels ook uitgekristalliseerd. En de meerderheid zegt dat ze bang zijn van niet. Dat hun veiligheid toch niet helemaal op orde is. Dat is een 43%. 30% zegt zeker weten. Zeker op orde? Zeker weten. En nou, dan is er nog 26% over die zegt denk van wel. Wat, hoe klinkt dat jou in de oren, Vincent? Ja, kijk, ik vind het lastig, want ik denk toch helaas dat de beveiliging niet altijd op orde is. Dat mensen toch heel snel... Het zijn hele kleine dingetjes. Stel, je zit op je laptop of je zit ergens en je zit s'avonds Netflix te kijken en rechtsonder popt up. Wil je een update doen? Nou ja, dat wil je niet tijdens je film. Dus je zegt, nee, laat maar. Nou, dat soort dingen doe je niet alleen op je privé-laptop, maar wellicht ook op je werkomgevingen. Nou, en daardoor ben je dus direct eigenlijk al, zeg je, maak jezelf extra minder veilig eigenlijk. Dus ik denk dat het wel beter kan. Ik denk ook dat er veel software rondgaat die gratis is en daardoor bijvoorbeeld niet up-to-date is. Gewoon hele oude versies waar nog een cd van in de la lag. Ik denk dat soort programma's wel toegang hebben tot het netwerk en toegang hebben tot bedrijfskritieke applicaties. Waardoor, ik zou het prachtig vinden als 43% daadwerkelijk helemaal goed beveiligd is en dat ze zo'n security scan hebben uitgevoerd. Maar ik ben helaas bang dat dat niet per se zo is. Denk je dat ook, Patrick? Ja, ik ben natuurlijk vanuit mijn rol geen netwerkexpert daarin. Ik kan alleen kijken naar het Priva-deel van het netwerk. Dat is trouwens wel vaak een gescheiden netwerk daarin. Mm-hmm. Ik denk dat ik ook wel de praktijkvoorbeelden ken van de klimaatcomputer met daaronder een post-itje met het wachtwoord en de inlognaam. Die ken ik ook nog wel, die voorbeelden. Dus ik hoop dat we met deze webinar onder andere een beetje bewustwording krijgen dat je dat toch wel echt de hele open deuren zijn voor deze kwaadwillende personen tegenwoordig. Ja, jij zei het net al. Het zou fijn zijn als er eigenlijk af en toe wat meer controle is van deze of gene. Nou, het is nog een hele wereld. Klinkt heel gek uit de mond van een tuinder. Maar, Nou ja, goed, ik vind het wel. Misschien is het wel raar om te zeggen, maar hoe meer je weet, hoe meer je denk bewust bent van dat er behoorlijke risico's zijn. Ja, ja zeker. Een vraag als we natuurlijk allemaal de loftrompet steken over de voordelen van internet, van de cloud. Wat gebeurt er als de internetverbinding uitvalt? Ja. Geen hackers. Dat niet in ieder geval. Nee, dat is zeker waar. Dus eigenlijk wat het principe is van Microsoft op dit gebied is eigenlijk... kijk, er gaan dingen zijn dan niet mogelijk. Dus stel je ligt op het strand en je wil een setpoint veranderen. Ja, dat gaat dan even niet. Dat is vrij duidelijk. Wat we wel zien, en dat is, ik richt me nu heel erg op het moment dat we iets meer controle geven aan de cloud. Dus stel bijvoorbeeld, jij zegt, nou, een deel van mijn groeiproces gaan we automatiseren. Dus we gebruiken de cloud ook om die setpoints te updaten, dat soort dingen te doen. Nou, hoe het meestal aan elkaar zit eigenlijk, is dat op het moment dat je niet meer naar de cloud kan om naar die setpoints te gaan, dan wordt eigenlijk een lokale
kleinere computer neemt dat over. En dat zullen wellicht niet setpoints zijn die zo optimaal zijn als dat je zou krijgen als je verbonden bent met de cloud. Maar dan weet je wel zeker dat niet alles verbrandt of alles bevriest of dat er geen water meer is. Dus meestal zit het in zo'n soort configuratie waar de cloud het hoofdonderdeel is, valt de cloud weg, hebben we nog een soort van backup computer lokaal die dat kan overnemen. Ja, vanuit Priva, wij brengen de data in de cloud en in de data presenteren wij in de user interface, dus de applicatie waarin je een setpoint kan wijzigen of een grafiek kan bekijken. En het is eigenlijk alleen die interface laag die in de cloud zit, dus alle regeltechniek die uiteindelijk op basis van je kasttemperatuur het raam openstuurt, die draait lokaal op ons systeem. Dus het is niet zo dat we de echte, de magic, wat ik het altijd noem, naar de cloud brengen. Nee, alleen de gebruikersinterface en de data gaat naar de cloud. En die regeltechniek die willen we juist lokaal op het bedrijf houden voor deze reden. Want ik denk niet dat het op dit moment verstandig is om je bedrijf echt 100% cloud afhankelijk te maken. Vandaar dat wij technisch gezien deze oplossing hebben. Ja. Dus het is eigenlijk precies zoals jij zegt. Het kan ook een voordeel hebben als het internet uitvalt, want dan kunnen de hackers er ook niet meer bij. Want dan zal het dus niet gebeuren dat er ineens op afstand de ramen open en dicht worden gezet. Terwijl jij dat niet wil als tuinder. Een vraag die ook zich opdringt: kun je eigenlijk als teler niet meer om die cloud heen? Ja, dat antwoord je eigenlijk ook wel een beetje op. Je wil sommige dingen wil je juist inderdaad los van die cloud hebben. Ja, wij zijn er heel bewust mee bezig om te kijken welke primaire processen wil je lokaal onafhankelijk doen, welke processen doe je in de cloud. Dus dat is stap 1 daarin. Ik denk dat je realistisch moet zijn en dat de wereld zo snel verandert en dat de AI, maar ook allerlei andere ontwikkelingen zoals het gebruiken van data van derde partijen, dus bijvoorbeeld een draadloze sensor die in de kas wordt geïnstalleerd en geïntegreerd wordt in een cloudomgeving. Ja, dat zijn allerlei ontwikkelingen die gaande zijn, die uiteindelijk er hopelijk voor gaan zorgen dragen dat je een rendabelere teelt kan hebben of een succesvollere teelt. En ik denk, als ik realistisch ben, dat we binnen 5 of 6 jaar wel op het punt zitten dat die cloud zo groot en zoveel voordelen biedt dat het uitdagend wordt om echt zonder cloudtechnologie mee te blijven gaan in deze ontwikkelingen. Maar als je op dat punt bent, dan zal je dus wel ook je primaire regeltechniek via de cloud moeten laten lopen. Dan zal dus de cloud wel die beslissingen moeten maken van je setpoints voor die optimale groei. Ja, nou, daar zit het. Technisch gezien houdt het ook in dat wij inderdaad, hoe wij het doen, setpoints eigenlijk altijd lokaal opslaan en altijd lokaal uitvoeren. En dat de cloud daarin wel berekenend is, maar de uitvoering ligt altijd lokaal. Ja, wat jij bedoelt, dat er een zelflerend algoritme, ja, dat werkt niet als je alles lokaal laat. Nee, dus je zal een combinatie moeten hebben. Ja. En ja, goed, dat zou iets kunnen zijn wat telers onderling in een telersvereniging bijvoorbeeld doen, zodat ze van elkaar leren. Zeker. Of ook ja, de teelten en de teeltcomputers leren dan van elkaar. Ja. Eigenlijk zoals we dat vroeger deden op een verjaardag of in de kroeg, kunnen de computers nu met elkaar een borrel doen. Ja. Zie jij dat inderdaad gebeuren? Die borrel doe ik liever zelf. Ja, die zie ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ontzettend kansen biedt. Maar ook wel goed, dat is eigenlijk de vraag die tuiners wel op de lippen ligt. Van ja, word ik dan overbodig als tuiner? Ben ik dan alleen nog maar manager van een stel computers? Ja, kijk, je hoort natuurlijk wel heel veel dat de discussie is dat in het buitenland geld en kassen en spullen is niet het issue, maar de kweker is de issue. En het is wel voor mij de vraag van wat gebeurt er als we dat helemaal weggeven? Staan wij nog wel dan met het stuur in onze handen? Ja. Maar ik denk ook wat we hier ook moeten realiseren is dat we ook een generatie hebben die geen telers meer wil worden. Die wil wel graag het familiebedrijf overnemen, maar die hebben bijvoorbeeld economie gestudeerd of bedrijfskunde en die willen niet per se die groene vingers hebben. Maar om dus die bedrijfs, dus ook in Nederland denk ik dat we wellicht lastig in continuïteit zitten als we niet die kennis ook deels naar een computer gaan brengen. Ah, toen ik net van school afkwam, toen dachten we dat ook. Dus dat is nog steeds niet aan de hand. Dus ik zie dat niet als angst.
Want er zijn ook minder mensen die dan misschien meer kwekerijen aan kunnen sturen. Dus ik zie daar niet echt een angst in. Maar het is meer dat we die regie houden. Ik vind dat vind ik de uitdaging. Ja. Gewoon, hoe blijven we in control? Ja. En is er dan bijvoorbeeld ook het gevaar dat een machtige afnemer, zeker in de groente is het, de supermarkt is eigenlijk oppermachtig nog steeds in de keten, dat die ook te veel in control zou komen, dat die bij wijze van spreken een bestelling plaatst en daarmee de kas bedient als het ware? Ja, weet je, we hebben het er net even over gesproken. Kijk, supermarkt is op dit moment oppermachtig, maar we hadden het over bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat de naam mag zeggen, maar Amazon bijvoorbeeld, ja. Die natuurlijk steeds meer controle in onze hele keten krijgt, hele logistieke lijnen opkoopt, eigenaarschap van data claimt. Ja, ik vind toch wel dat spannender wordt. Ik ben een keer in Kazachstan geweest en daar zag ik overal camera's hangen. Nou, dan is het ook al van, je ziet iedereen, alle bewegingen, alle medemensen die daar wonen, die worden bekeken. Stel dat we echt zover gaan ontwikkelen. Kijk, hier hebben we heel veel vrijheid. Maar ik zou dat ook graag met je bedrijfsvoering toch houden, dat je zelf in controle blijft. Ja. En ja, goed, inderdaad, de retailers die nu nog met fysieke winkels dat doen, die zijn nu nog het machtigst. Maar als dat een partij wordt als Amazon, dat soort partijen, dan kun je denken, dat is decentraal. Dat kan elke consument, die kan voortdurend zelf een keuze maken, zelf inklikken van, ik wil dit en dat kopen. En ik wil dat en dat bestellen bij Beyond Grisant. Ja, maar het is natuurlijk best wel spannend als er natuurlijk zulke grote partijen ontstaan. Maar goed, dan gaan we misschien een beetje de discussie willen verlaten. Maar dat je zegt, we hebben een transactie met een klant en die mag dan een bos bloemen van mij kopen. Maar vervolgens, omdat Amazon zo groot is in dat logistiek, kom je daar eigenlijk niet helemaal lekker tussen. Dus dan duurt het versturen van je bosje bloemen misschien wel een week of zo. Weet je? De machten worden wel heel oneerlijk verdeeld. Dus ik vind ook dat we zeker als dit een nieuw machtblok wordt, dat jij ook zegt. Dus dat je die data wordt echt het nieuwe goud, dan moeten we daar wel echt op letten. Zeker. Ja. Goed. We zijn mooi op tijd. We hebben nog 4 minuten. Er komen nog niet al te veel vragen binnen van de kijkers. Ik denk dat we langzaam naar een afronding gaan. Misschien kunnen we nog even een rondje doen een laatste opmerking naar de telers die kijken en die misschien nog niet helemaal overtuigd zijn die laatste paar die nog de cloud niet in willen. Hoe kun je ze overtuigen? Ja, ik denk dat overtuiging ook. Ik denk dat de voordelen zich steeds meer zullen voordoen. Zoals we ook al zeiden. Ik geloof heel erg dat data-gedreven telen steeds sterker gaat worden. En dat je steeds meer je teelt zal gaan optimaliseren door middel van algoritmes in de cloud. En dat je daar als teler gewoon heel veel voordeel van gaat krijgen. En daarbij, ik hoop een beetje dat we ook samen met Priva de vragen rond veiligheid een beetje hebben weggenomen. En dat iedereen wel inziet dat dit een veilige oplossing is. Zeker ten opzichte van je dingen allemaal zelf doen. Dankjewel. Patrick, heb je nog een wijs woord ter afsluiting? Ik hoop echt dat telers zien dat de cloud echt heel veel voordelen biedt. Dat het de mogelijkheden heeft om waar dan ook ter wereld te telen. En dan denken we automatisch lekker op het strand. Maar ook gewoon in de kas, naast de plant staan en direct al je data tot je beschikking hebben. En direct eigenlijk die groeiafwijking of wat dan ook kunnen relateren aan data. Dat is echt een enorme kans ook voor de teler. Wat ik wel mee wil geven is, als je die stap maakt naar de cloud technologie, lees die voorwaarden goed en besef goed met welke partijen je in zee gaat. Zorg dat je dat eigenaarschap echt goed geregeld hebt op een manier zoals dat past bij jou als ondernemer. Nou, en Wouter, voor jou het laatste woord. Dat is een gevaarlijke. Heb jij ooit nog met een pieper rondgelopen? Ja, nee, zo oud ben ik denk nog niet. Maar, nee, ik moet wel zeggen, ik word wel getriggerd. Ik vind het wel echt gaaf, want jullie hebben onwijs veel kennis. En ik zie dat
dat jullie er met je veiligheid heel bewust mee bezig zijn. En ik ben ook heel blij om te horen dat die data dus ook veilig is bij jullie. Dat geeft me wel een gerust gevoel. Ik zie ook ontzettende mogelijkheden. Want ik zie hoe zelf ik ook verslaafd ben. Alles maar TomTom bij wijze van spreken. Wat ook niet meer bestaat. Maar zo'n vorm. Ik kom anders niet eens meer thuis bij wijze van spreken. Maar het. Dus we gaan onwijs de kracht van de nieuwe techniek en het nieuwe medium ervaren. Maar ik ben ook wel bewust geworden dat ik denk, oh, ik zal toch eens thuis kijken of er niet ergens nog een Chinese cameraatje zit. Of een, dingen die je misschien helemaal niet over nadenkt. En, maar dat is een stukje bewustwording, denk ik. Ja. Nou ja, je hebt nu in ieder geval tussen twee computer techneuten, ja, dat is maar een raar woord, gestaan. Er wordt ook wel eens gezegd van, ja, die spreken geen tuinderstaal en tuinders die spreken geen computertaal. Nou, we hebben de cloud om dat te verbinden. Ja, valt allemaal mee. Oké, nou, dat is hartstikke goed. Dan wil ik het daarbij laten. Voordat wij afsluiten nog graag het volgende. Er is zo dadelijk nog een enquête die u kunt invullen als kijker. Met die feedback kunnen wij onze volgende webinars nog wat scherper maken. Dus vul die vast in. En wanneer u dit webinar nog eens wilt terugkijken, dan kan dat op de websites van Bloemisterij en Groente en Fruit, gfactueel.nl. En dan rest mij om jullie te bedanken voor jullie komst naar de studio hier in Den Haag en voor jullie waardevolle tips en presentaties. En kijkers, bedankt voor het kijken en hopelijk tot een volgend webinar.